Hoeveel dingen, gemeente, zou een mens in zijn leven wel niet zien? En hoeveel geluiden zou een mens in zijn leven wel niet horen? Het moeten er echt ontelbaar zijn. En ja, veel van de dingen die we tegenwoordig horen en zien, komen tot ons via onze telefoon. Voor veel mensen is dat zelfs het eerste wat ze zien 's morgens. Kerkgangers net zo goed. Een Amerikaanse schrijver, Tony Reinke, deed een paar jaar geleden een groot onderzoek naar mediagebruik onder christenen. En daaruit bleek dat 54% van de mensen die hij ondervraagd had bij die enquête, binnen enkele minuten na het wakker worden 's morgens al hun telefoon pakte om hem even te checken. En op de vraag: checkt u uw berichten voor uw stille tijd of erna? Antwoordde 73% ervoor. Ik zou zeggen, alleen om die reden, gemeente, is er veel voor te zeggen om je telefoon 's avonds maar gewoon beneden te laten liggen. En er niet alleen onze jongeren, maar ouderen net zo goed.